Janine Baschiet, leerlinge van de Wim Bosverschuur School, is de beste VOJ-leerling van 2016. Zij bleek gisteren tijdens de uitreiking van de 12e VOJ Student Excellence Award de meest excellente leerling van de 10 bestgeslaagden van de MULO en LBO. In het Self-Reliance Auditorium, waar gisteravond het evenement plaatsvond, eindigden op de tweede en de derde plaats Fabrizio Chunachoy van de Sint-Pascalenschool en Caffiana Finici van de Schrifislu-school. Aan de hand van de presentaties die de leerlingen hebben gehouden, is uiteindelijk bepaald wie de allerbeste is. De VOJ Student Excellent Award is een jaarlijkse activiteit van de Rotary Club Paramaribo en Rotaract Club Paramaribo. De uitmuntende leerlingen werden elk beloond met een groot prijzenpakket bestaande uit ICT-hulpmiddelen en schoolbenodigdheden. President van Rotary Club Paramaribo, Jayanti Hindori, gaf aan dat de 10 beste VOJ-leerlingen geselecteerd zijn uit de 81 MULO-scholen en 51 LBO-scholen die Suriname telt. Op zich al een prestatie, vindt zij. Is dat om successen te boeken in onze samenleving, om respect en eerbied te kunnen krijgen van de medeburgers, meer nodig is dan intelligente mensen. Wat nodig is, is ook dat we persoonlijke kenmerken maken of je als succesvolle burger in ons land, in elk land, zou kunnen vertoeven. U kent de uitdrukking, velen van u zullen de uitdrukking zeker kennen, leer niet met oerboom. Met andere woorden, wat wij daarmee willen zeggen is, hoe ver je ook niet gestudeerd hebt, hoe hoog je academische graad ook niet kan zijn, wanneer dat niet gepaard gaat met een goed hart en met een goed geweten, en dat de intelligentie niet op de juiste manier gebruikt wordt, komen we er niet met z'n allen. Er is meer voor nodig. En dat stukje meer, dat proberen wij op via de jury op een bijzondere wijze te brengen. De succesfactoren van onze leerlingen hier zijn dus een combinatie van intelligentie en van persoonlijke kenmerken die maken dat wij onze inspanningen zullen blijven plegen om de juiste koers uit te helpen stippelen voor onze jongeren. Die gaan namelijk zorgen dat we aan het eind van de rit van een goed stukje pensioen kunnen gaan genieten. Het doel van de Rotary Student Excellence Award is om uitmuntende schoolprestaties van leerlingen te stimuleren en te belonen. De serviceclub vindt onderwijs een van de belangrijkste pijlers binnen de samenleving. Daarom levert zij op deze manier een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van niet alleen de leerlingen en de scholen, maar ook aan de verbetering van het onderwijs in Suriname. Onderwijsminister Robert Peneu moedigde de leerlingen aan om hun dromen waar te maken, ongeacht de obstakels die zij wellicht zullen tegenkomen op hun weg. Maar jouw droom die jij wil verwezenlijken, dat doe niet alleen de Heer God daarover. En jullie zijn doorzetters in jullie leven. Want je hebt ondanks alle slomberingen in de Surinaamse maatschappij, we zitten nu met het teruggroepwet te vechten. We zitten met de financiële-economische crisis in het land. Heb je bewezen de beste te worden? En ik reken erop dat je ook vast onderwijs met succes zal behalen. Als je me nu vraagt, hoe ver zijn we met ons onderwijs? Dan laat me u zeggen, we zijn in feite een schip met heel veel mankementen. En ik zeg het eerlijk als minister van Onderwijs. En drop-outs creëren wij zelf in Suriname. Waarom? Omdat we moeten leren creatief te denken.
onderwijsminister Robert Penu. Hij sprak gisteravond in het Self-Reliance Auditorium in verband met de uitreiking van de Rotary VOJ Student Excellence Award. Janine Basgiet van de Wim Bosch Verschuurschool werd uitgeroepen tot de allerbeste VOJ-leerlingen 2016.